Oké, dames en heren, welkom bij het thema massamedia. We gaan het vandaag hebben over het hoofdstukje overheid en media. Is in het boek hoofdstuk nummer 5. Zorg dat iemand erbij hebt. En we gaan het hebben eigenlijk over de vraag hoe de overheid de media beperkt en hoe de overheid de media eigenlijk beschermt. Nou, er zijn eigenlijk verschillende opvattingen voor. We doen een aantal zaken vandaag. Ten eerste, je moet eigenlijk aan het einde van deze les kunnen vertellen hoe de overheid zich bezighoudt met onder andere de gedrukte media. De gedrukte media dus. En we gaan het uiteindelijk eerst even kijken naar een oefensituatie waarin je een keer gaat vragen, mag dit nou of niet? Zou je dit mogen uitzenden voor de overheid? Ten tweede gaan we kijken naar de vraag, hoe ziet nou precies de theorie eruit? En daarna maak je wat opdrachten in het werkboek ter verwerking. Je ziet straks welke weektaak dat was. Goed. Even checken. Mag dit nou of niet? Kijk even naar het filmpje en vraag het jezelf nou eens af. Wat gebeurt er en is het nou goed? Heren, goeiedag. Hallo. Hi. Ik hoorde van de brandweerpersoneel dat u opnames nam van de slachtoffer zelf. Ja, klopt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat weet u zelf ook. Ja, maar u weet zelf ook dat ik dat niet gebruik, dat ik dat wel wegknip. Ik wil wel even weten wie u bent. Omdat ik ga uitzoeken of ik dat ga gebruiken of niet. Vandaar dat ik dat wil weten. U gaat uitzoeken of ik dat ga gebruiken. Ik wil die beelden gewoon niet van het slachtoffer zien. Dat wil ik doen. En voor de rest is alles goed. Van welke dienst bent u? Zegt u? Van welke... Ja, u weet net zo goed als ik dat het niet aan de brandweer of de politie is om te bepalen wat ik ga gebruiken in mijn beeld. Heb je een gegevens van jong? Nee. Helemaal niks? Ja, ik heb een naam gehoord. Een naam gehoord, geen geboortedatum? Nee. En in de auto ook niks aan tassen, spullen, jassen? Ja, een bedrijf, auto op naam. Of van een bedrijf. Je ziet eigenlijk dat de agent dus nu een bekeuring schrijft voor een journalist die een foto of een filmpje maakt van een bepaald ongeval. Mag dit nou of niet? Het is even aan jou en kijk eens zo meteen eens naar de stof. Wat vind jij? We gaan het zien. Er zijn wat beperkingen aan de gedrukte media. Je mag niet alles doen. Een voorbeeldje, ik ga je wat laten zien daarbij, is onder andere dit. Ten eerste... Niet alles mag. Want de vrijheid van meningsuiting geldt wel, ja. Maar ja, er zijn dingen die gewoon grensoverschrijdend zijn. Bijvoorbeeld, als je discrimineert, reacties bijvoorbeeld op internet, maar ook de minder uitspraak, daar kunnen mensen aanstoot op nemen en die kunnen zich gekwetst voelen. De vraag is dat de bedoeling? Misschien niet, misschien wel. Twee, als het gaat om onzedelijk of schokkend pornografisch materiaal, denk aan bijvoorbeeld IS-filmpjes of het filmpje links onderin wat ik je zo ga laten zien, dan kan je je afvragen, is dit nou wel voor de televisie waardig? Hè? Kan je dit wel uitzenden? Mag je dit wel publiceren? Een voorbeeldje. Kijk eens naar linksonder. Wat gebeurt er? Je ziet in dit filmpje dat uiteindelijk iemand van de bovenkleding wordt ontdaan. Dit gebeurde tijdens de Super Bowl, een van de meest bekeken Amerikaanse momenten of Amerikaanse voetbalwedstrijden, zeg maar. Wat moet je dan doen? Dit mag niet. Ofwel, ja. De vraag in Nederland vinden we eigenlijk niet. Er zijn regels voor en daar komen we later op terug. Goed. Daarnaast mag het ook niet liegen. Hè? Je mag geen onwaarheden gaan verspreiden over mensen, want dat is gewoon ook niet eerlijk voor die mensen. En tenslotte, opruiende uitspraken. Haatzaaien en oproepen tot geweld is ook verboden, want ja, dat is gewoon gevaarlijk, dat kan niet. Goed, haatzaaiende en beperkende dingen, ja, wat kun je dan eigenlijk ertegen doen? Als overheid kun je zeggen van, nou, je mag het niet uitzenden. Dus, censuur is mogelijk. De overheid controleert wat er wordt uitgezonden en verbiedt dat iets bijvoorbeeld wordt gepubliceerd. In Nederland mag dat niet. Alleen achteraf mag worden gekeken of iets onterecht was, dan kan er een boete worden opgegeven, of dat het toch goed was. De macht van de overheid wordt dus beperkt. De vrijheid van meningsuiting mag in principe totdat er wordt teruggefloten. Een voorbeeldje van hoe het in andere landen gaat, zie je rechtsonder.
Mijn gemiddelde ochtend begint meestal zo. Kopje koffie, broodje natuurlijk. En vervolgens het beklimmen van de Chinese muur. Niet de echte muur natuurlijk, maar de Great Firewall of China. De digitale overheidsmuur rond het Chinese internet. Politiek gevoelige websites bijvoorbeeld als www.tibet.org die leveren een blanco pagina op. Maar dit jaar gaat het nog veel verder. YouTube bijvoorbeeld is helemaal niet meer beschikbaar, omdat er begin dit jaar schokkende filmpjes over Tibet opstonden. Facebook is deze zomer afgesloten, net als trouwens Twitter. De overheid beweert namelijk dat het geweld afgelopen maand in Xinjiang mede is opgestookt vanuit het buitenland via die websites Facebook en Twitter. Nou zou je natuurlijk via zogeheten proxy servers een heel aantal van die blokkades kunnen opheffen, maar het blijft toch raar. Hey Monique, even een testje hoor. Maar heb je van mij dat mailtje gekregen waarin ik vraag hoe het met je gaat? Ja, dat heb ik gekregen. En dat mailtje dat ik daarna gestuurd heb, hè, waarin ik dus bericht over een corruptiezaak waarin de zoon van de president genoemd wordt. Heb je die gekregen? Nee, die heb ik niet gezien. Ik zie al waarom. Kijk, de e-mail wordt gewoon geblokkeerd. En hoe lang die internetblokkade nou gaat duren, we weten het niet. Goed, je zag hier dus eigenlijk hoe de Chinese overheid beperkt dat er dingen worden gepubliceerd. Je kan niet alles zomaar versturen, je kan niet alles zomaar opzoeken. In Nederland kan dit gelukkig niet. De overheid, de macht daarvan, wordt beperkt. Goed. Wat doet de overheid dan wel en hoe beschermen ze die mensen dan toch? Want de overheid heeft nog meer met de media van doen. Oké. Wat is nou precies het doel van de overheid als het gaat over media? Nou, ten eerste willen ze de zogenoemde pluriformiteit van media behouden. Eerder bij de functies van de overheid hebben we gezien, de functie van massamedia, hebben we gezien dat massamedia voor de samenleving een meningvormende functie hebben. Er moet wel voor iedereen een heel veel verschillende soorten meningen zijn, want de media kunnen dat heel goed aan ons vertellen en heel goed aan ons doorgeven. Pluriformiteit, dat er voor iedereen in Nederland verschillende soorten massamedia zijn. Het begrip in het boek, er moet voor iedereen wat zijn. Dat is eigenlijk wat de overheid wil behalen. Nou, er is al een klein probleempje. Ja, dat noemen we nou persconcentratie. Er kan een uitgever die bijvoorbeeld heel veel bladen uitgeeft, of een zender die heel veel zenders maakt, die zou wel eens andere kleinere zenders kunnen opkopen. En die verdringen dus eigenlijk deze grotere, verdringen dus eigenlijk de kleinere uitgevers of televisiezenders op de markt. En die duwen ze uiteindelijk weg of eten ze op. En op dat moment heb je wel een probleem, want de pluriformiteit die komt ontzettend in gevaar. Je zag het ontzettend bij als het gaat over tijdschriften. Een hele hoop tijdschriften zijn namelijk in handen van dezelfde uitgever. Sanoma. En dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk, want Sanoma heeft een manier hoe zij de tijdschriften maken en andere kleinere tijdschriften worden opgekocht en verdrukt. Tja, dan is er niet meer voor iedereen wat wils. Want die kleinere worden opgekocht, de content wordt aangepast en dan, ja, ben je het kwijt. En misschien wordt het zelfs, als het uiteindelijk daardoor niet meer verkoopt, dat het verdwijnt. Wat doe je dan? Je zou als overheid kunnen stellen dat je bijvoorbeeld zegt, hey, wacht even, we kunnen die kleinere bladen die opgekocht dreigen te worden, subsidiëren. We kunnen ze extra geld geven en ingrijpen. Voor de pers en voor kranten geldt dit bijvoorbeeld met het stimuleringsfonds voor de pers. De overheid grijpt hier letterlijk in en voorkomt dat grote haaien van persconcentratie, dat zij zich dat opeten en dat dat weg is. Goed, wat ik je nu wil adviseren is het volgende. Vraag je nou eens af, weet jij nu echt hoe de media dus zich bezighouden en hoe de overheid zich daarmee bezighoudt? Weet je de beperkingen en hoe de overheid het beschermt? En ken je de begrippen pluriformiteit en persconcentratie, de belangrijkste twee? Zo ja, dan ga je nu aan de slag met het maken van hoofdstukje 5. Hoofdstukje 5 heeft een aantal opdrachten. Hoofdstuk 8 is daarvan erg relevant dat je die maakt, opdracht 8. En voor hoofdstuk 6 zie je het volgende les. Goed, heel veel succes met het maken van de opdrachten en met de rest van je week. Tot de volgende keer.